Veel ondernemers denken dat het echt heel veel gedoe is om energie te besparen en dat het vooral veel geld kost. En dat valt echt reuze mee. Er zijn met hele simpele dingetjes al een hoop geld en energie te besparen. We zullen hier bij het WTA Off the Road Center in Utrecht. Het is een zowel winkel als werkplaatsmagazijn. Komen we dingetjes tegen die voor heel veel ondernemers van belang zijn. Dus laten we hier even gaan kijken. Hoi. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat voor soort bedrijf heb je eigenlijk? We hebben een groothandel met garage en een winkelbedrijf. Waarbij wij voornamelijk gespecialiseerd zijn in voertuigen, 4x4 en terreinauto's. Ja, heb je ook enig idee wat je grootste energieverbruikers zijn? Verlichting, perslucht en verwarming. Oké, zullen we beginnen even met de verlichting? We staan hier denk ik onder een lichtkoepel. Ja. Het is hier lekker licht, maar ik zie dat het in de rest van je bedrijf wat donker is. Is dat een bewuste keuze? Nee, er zijn een aantal armaturen kapot. En ik heb nog geen tijd gehad om ze te vervangen. Kijk, nou, goed teken dat je het lekker druk hebt. Mocht je ze nou gaan vervangen, kun je ze het beste meteen voor energiezuinigere TL5-verlichting vervangen. Die lampen zijn wel wat prijziger, zijn zo'n 30 euro. Maar die heb je er in 2 jaar uit. Op zijn verlichting hier is echt nog honderden euro's te besparen als hij zijn lampen vervangt. Natuurlijk zit hij nu even tegen de investering aan te hikken, maar het is in 2 jaar terugverdiend. En daarna levert het natuurlijk gewoon geld op, want die lampen zijn niet stuk na 2 jaar. Zullen we even gaan kijken bij je perslucht? Ja, is goed. Hoe doe je dat eigenlijk? Zet je dat 's nachts uit? 's Nachts gaat de compressor uit. Er zit een beveiliging op, die gaat dicht. Zodat ook de compressor gewoon gevuld blijft en we 's ochtends eigenlijk direct aan de gang kunnen. Ja, bij perslucht is hij echt goed bezig door het 's nachts uit te zetten. Dat is echt heel belangrijk, omdat er altijd wel ergens een lekje zit of een koppeling die niet goed afsluit. En waardoor echt heel veel lucht verdwijnt. En het scheelt echt honderden euro's per maand als je een slecht werkend systeem hebt. Dus altijd zet hem 's nachts uit of na werktijd uit. Loop je koppelingen en dergelijke na je leidingen met wat duct tape of vervangleidingen. En als je een apparaat niet gebruikt, ontkoppel het dan voor zover werkbaar. En dit is je werkplaats? Dit is de werkplaats. Ik zie hier licht in je hefbrug. Ja. Die brandt continu. Die brandt continu. Ik weet niet of dat voor jullie werkbaar is, maar je hebt ook een schakelaartje dat zeg maar, de verlichting uitzet als de hefbrug omlaag is. Omdat je dan over het algemeen geen licht nodig hebt. En dan hoeven de jongens niet de hele tijd aan en uit te zetten. Je hebt daar nog magazijnruimte. Ja, klopt. Komen jullie daar vaak? Regelmatig. Ik kom er meerdere keren per dag. Meerdere keren per dag. Ja. Dus dat is zeg maar niet dat je de hele tijd in en uit loopt. Nee. Dan kan het eigenlijk zinvol zijn om daar een bewegingsmelder op te zetten. Dat als je erheen loopt, dat het gelijk aangaat. Dat je niet de hele tijd knopje aan, knopje uit hoeft te doen. Daarmee kan je toch ook al aanzienlijk besparen. Want ja, nu branden ze de hele dag. Dus als je zeg maar een lamp, ik zie er zo 6. Dan heb je toch zo'n 300 euro aan stroomverbruik daar, non-stop. Terwijl als je met een bewegingsmelder misschien de helft van de dag uitzet, heb je al 150 euro per jaar gewonnen. Oké. Ik zie ook nog dat je wat verwarming hebt. Klopt. We hebben hier twee heaters hangen en een ketel. Je kunt ook overwegen om in plaats van de verwarmers die je nu hebt, zijn volgens mij luchtverhitters. Ja, klopt. Ja, om dan ze te vervangen door stralingsverhitters. Of die verwarmen eigenlijk heel lokaal waar jullie aan het werk zijn, dus hier. En niet de ruimtes zoals dat gedeelte en daar die je niet verbruikt. En dat over in loodsen, zeg maar, met een vrij hoog plafond, is dat zeker zinvol. En dat heeft een terugverdientijd tussen de 3 en de 10 jaar. Buiten dat, het werkt gewoon ook lekker voor de mensen die eronder staan. Het krijgt dus gewoon plaatselijke verwarming. Ja. Iets wat nog niet ter sprake is gekomen is je energieleverancier. Het is altijd zinvol om eventjes op internet te kijken of je het voordeligste tarief hebt hier. Want heel vaak scheelt dat ook echt honderden euro's. Zelfs als je dan groene stroom afneemt, dan kun je nog honderden euro's goedkoper uit zijn dan nu. Dus dat zou ik je ook echt adviseren om straks eventjes op te zoeken. Daar gaan we dan ook mee bezig. Ik vond het heel leuk dat je eigenlijk onbewust toch al heel bewust bezig bent. Ja. Vooral met je perslucht heel goed bezig. En nou ja, je zei zelf ook met de verlichting ga je waarschijnlijk aan de slag. Dus ja. Hey, veel succes. Oké. Leuk te ontmoeten. Tot ziens.